Maar die Soetelo, wat is daarmee aan de hand eigenlijk? Ah, die Soetelo die heeft heel erg last van heimwee. Sorry? Die heeft heimwee, dus die wil eigenlijk gewoon terug. Die praat met niemand, die praat ook niet met zijn teamgenoten. Die zit maar... Nee, hij spreekt de taal ook niet. Nou ja, je hebt wel andere gasten die de taal spreken. Waar hij ook vandaan komt. Dus, Medici is toch ook een Kroaat? Ja, en die Sosa ook, toch? Ja. En dus Bakati spreekt ook de taal, hè? Maar hij wil niks. Assistent. Hij wil niks. Hij wil niet... Spreekt hij Kroatisch? Ja. Wie? Bakati? Ja, die spreekt die taal. Hoe kan hij nou Kroatisch spreken? Zijn vrouw komt daar vandaan. Oh. Oké. Nou, bijzonder. Maar goed, niemand praat met hem dus. Nee, hij wil ook niet niks. Hij wil niks ondernemen. Hij wil niet met anderen socialiseren. Hij wil geen koffie drinken, niks. Dus hij heeft gewoon heimwee. En dat is moeilijk, hè, voor zo'n jongen. Ook wegsturen. Ja, nou ja, waarschijnlijk 23 wel, ja. miljoen, Dick. Hey. Ja, nou ja, dan kijken wat je terug kan krijgen. Nou, geen 23 miljoen kan ik jou. Nou ja, dat weet je niet. Maar je hebt het bonnetje bewaard, of niet? Je kunt zo toch niet doorgaan? Er komt wel een EK aan, natuurlijk. Dus... Een EK. Ja. Nou ja, zo met zo'n status, daar kan je misschien nog wel wat terughalen. 23 miljoen. Maar ja, maar wat, je kan toch niet zeggen nu iedereen maar weg. Nee, maar nee. Wat dan? Want nou, ga je in de winst toch weer 6 halen? Het is vaak met topclubs, hè, dat ze gewoon 2-3 spelers zeggen... Ga jij maar aan de zijkant lopen? Ja. En we zien het wel. Nee, maar die kwamen niet meer terug. Ja. Je moet wel. Maar nu zijn het er 12. Je moet veranderen, anders ga je degraderen. Dat is 110 miljoen ruim. Ja. Het grote probleem is te veel hetzelfde. Dan weet je op een gegeven moment niet meer wie je op moet stellen.